Nou, dit weekend is het zoiets. Niet alleen dat het heet wordt, maar de Zwarte Cross is ook aan de gang. En dat geeft er natuurlijk weer hevig aan. Alhoewel, de mensen wat misschien wel wat getemperd door de temperaturen oplopend naar 29, 28, 29 graden op de donderdag. Maar deze vrijdag is het nog wat warmer geworden. 29 tot lokaal 30 graden. De wind is zuidoostelijk en over het algemeen zwak tot matig. Wel is het zo dat er wat bewolking aan de lucht zit en soms is het dan ook wel, voelt het wat benauwd aan. Dat betekent vanavond is het ook nog best wel mooi weer om buiten te zitten. Zwarte Cross kan ook kijken op een hele mooie avond. De temperatuur zal ook maar langzaam dalen. Rond de middernacht zit het nog wel rond de 20 of net iets boven 20 graden. En ja, voor wie niet naar de Zwarte Cross gaat, het barbecue kan vanavond ook heel erg mooi aan. Dus. Hey, maar, waar komen jullie vandaan? Enschede. Enschede, ja. Oh, die kunt wel achteraan staan. Ja. Ja. Ah, Keel. Dag meneer. Waar kom je vandaan? Enschede. Ook Enschede. Yes. Oh, dat ging dan een hele grote groep. Dezelfde groep. Ja, oh, dezelfde groep. Nou ja, dan is dat. Dat was de kleine afdeling dan. Maar sta je hier een uur of twee, drie, vier? Half zes. Half zes. Oh, mooie ruk. Dus we staan hier gewoon gezellig, iedereen te verwelkomen. Ja. Nou, veel plezier, maar goed smeren, hè? Want zonder smering? Dan lukt het niet. Geet alles naar de tering. Zaterdag werd ook een hele warme dag. De wind is uit het zuidoost en daarbij zal de temperatuur dan ook weer tropische waarden bereiken. 31 graden is toch wel mogelijk in het oosten van het land en ook in het zuidoosten. En daarbij hebben we in eerste instantie veel zon. Later kunnen we toch wel wat meer bewolking opzetten. Ja, en met al dat vocht in de lucht zal het ook benauwd, drukkend warm aan gaan vuren. Dat resulteert in de namiddag in een heel lokale regen- of onweersbui. Maar de meeste buien die worden verwacht in de avond en de nacht naar de zondag toe. Ja, en dan zitten we met 18 graden en wat regen- en onweersbuien. Nou, dan hebben we toch wel een zwoele nacht voor de boeg. Ja, en de zondag, de wind gaat naar de buien naar zuidwestelijke richtingen, west tot zuidwest. En daarmee komt dan een stuk koelere lucht binnen. Zondag zal het niet meer zo warm worden met een graad of 23 graden maximaal. En er valt overdag nog een enkele bui. Wel veel bewolking, af en toe een klein beetje zon. Heel ander weer dan deze dagen. Maar na zondag blijft het ook licht wisselvallig. En de temperaturen die liggen veel als rond de 20 tot 23 graden overdag. En 's nachts tussen de 12 en de 14 graden. Voor de mensen die nog naar de Zwarte Cross gaan, ik ga er. Hier, daar heb je mijn zwager ook nog. Ten wil ook altijd nog even op de film. Oh, okay. Ja, dat is mijn zwager. Hans, hè? Met de hele firma. Hoi, 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 hoi. En ik ga zelf zondag naar de Zwarte Cross. Dus wie dan nog mijn zut, dan zeggen we elkaar even goeiedag. En nou elkaar niet ziet, een prettig weekend. En goed gaan.